Nou, ik heb dus vol in mijn broek gepoept. Ja. Ja. Wat is jouw grootste modeflater ooit? Mijn Hare Krishna staartje. Oh ja. Ja, ja, ja. Dat was wel echt een fout. Nou, denk ik. Het is een mooie fout. Had ik hier alles helemaal weggeschoren en had ik hier een hele lange staart. Dat was echt niet zo vet. Wat is het meest gênante wat je ooit hebt gedaan of is overkomen? Nou, ik was vol in mijn broek gepoept. Gewoon vol? Maar echt heel vol. Maar gewoon dat je merkte dat het kwam en dat je dacht, nee, ik ga ook niet stoppen. Nee, dat zit wel echt heel lang. Het was een tocht van iemands huis naar mijn huis en ik moest zo nodig dat ik niet kon lopen. Dus ik zat te zweten en toen dacht ik, ik moet hier nu op straat kakken. En toen heb ik het toch thuis tot mijn huis gehaald. En toen was het 8:00 en ik deed de deur open, zat mijn huisgenoot op de wc. Dus, maar ik kan het dan laten gaan. Dus ik dacht, ik ben er, dus ik kan nu snel. Maar toen zat hij zo te gamen op zijn telefoon. En toen moest het gewoon alles lekker door mijn benen en mijn schoen. Volgens mij heb jij ook wel eens een keer. Maar goed. Wat is de slechtste openingszin die ooit op jou is gebruikt? Ja, ik krijg nu wel eens gewoon dat DM's gewoon. Hey, Milo. Alleen dat. Maar ik krijg wel vaak, hey, dit is een noodgeval. Dat ze dan je eigen nummers gaan betrekken bij een DM. Ik had laatst een hele slechte, was de voicemail. Was, hey, met Chantal.